Goeiedag dames en heren, Jos en Pierre zus wie eerder week op dit kanaal en vandaag hebben we het bijzonders, want we hebben heel veel e-mails. Wee? E-mails. Wat is dat? E-mails, dat is digitale post, e-mails ontvangen op info@knuppelen.nl. Dus in Lui, die hebben een paar weken geleden hebben die Jean-Claude de Naaier gezien, ja, die de Meeuwen naar de Maas toe heeft gelokt. En die hebben ons gemaild als ze toch zo'n connectiesubs met Jean-Claude. Kent ze hem dan niet eens vragen of hij die luipaarden in de Beekse Bergen, wat die Franse toeristen hebben belaagd, of we die misschien ook kunnen weglokken? En hoe ver komen we de noepers ook terug? Ik heb Jean-Claude misschien wel 20 keer gebeld en hoe immer zijn dingen aanstaan. Wie heet dat? Zijn bandje aanstaan. En Jean-Claude is niet te huis, Jean-Claude is op vakantie. Ach, hebben we een probleem nu? Ja. Dat is eigenlijk een probleem. Maar ja, gisteren heb ik hem toch te pak gekregen. Dus als het goed is, kunt er dadelijk hier aan. En dan gaan we hem vragen of hij die luipaarden ook kunnen weglokken. Hey, Jean-Claude! Hey! Zelfde weer, hè? Zelfde weer, hè? Toch kijkers, we zijn er weer, hè? Ja, ik heb een aantal keren gebeld, maar ik ben op vakantie geweest. Ah, juist, ik ben op vakantie geweest, hè? Hoe ben je geweest? Zoetendal, hè? Zoetendal. Er liggen drie campings, hè? Mooi Zoetendal, hè? Het Zoetendal, hè? Nog iets van Zoetendal, hè? Ja, maar de woont toch in Zoetendal? Ja, dat klopt. Ik woon in Zoetendal. Wie ben je geweest dan met de caravan of met de tent? Met de voet, hè? Met de voet? Met de voet, hè? En maar hoe heb ze dan niet geslapen? Thuis? Oh, dat geeft nooit voor te slapen. Ik ga alleen naar de camping voor te punten, hè. Voor te punten, hè, Jos. En dan heb ze vakantie. Dan heb ik vakantie, hè. Nee, dan neem ik ook geen telefoon op, hè. Ja, dat heb ik in de gaten gehad. Want dan zou van die zotte Hollanders kunnen bellen, hè. Ja, dat heb ik in de gaten gehad. En dan kreeg ik nooit gerust, hè. Och, ik heb ze denk zo druk, man. Ik heb zo druk, hè. Ik heb zo druk. Al die aanvragen, Ik heb zo... Maar er is het zeer ernstig gebeurd in Nederland. Er is namelijk in het safaripark de Beekse Bergen. Wat is dat? Het safaripark de Beekse Bergen. Safaripark? Ja, daar lopen leeuwen en tijgers en daar lopen ook luipaarden. Ach! Luipaarden, en er zijn een aantal Franse toeristen die zijn aangevallen door die luipaarden. Door luipaarden? Die luipaarden doen er geen donder, man. Nee, die dekhengsten, die gaan aan. Geen luipaarden. 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 Luipaarden, dat is zus. Je hebt die panters en zo met die vlekken op. Ach! Ja. Ze zijn een hond met mazelen. Ja, is goed. En noemen ze die luipaarden? Ja, en die worden dus belaagd en toen... Belaagd? Ja, aangevallen. Aangevallen? Aangevallen. En toen dacht ik gelijk aan dich. Dat is goed. Jean-Claude, dat is Jean-Claude wat geweest. Dat is goed, hè? Wat dat nooit gebeurd, want toen was die weggefluisterd, hè. Sowieso. Alle dieren. We kunnen alle dieren wegfluisteren. Ja, alle, ook luipaarden. Och, ja, luipaarden, hè. Geweld. En kangaroes. Kangaroes ook. Ja, die zijn verre dankeroes, hè. Ja. Die kangaroes. Ja. Een verre dankeroes. Ja. 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 En wie deed ze dat? Dankroes, kangroes, dankroes. Dankroes. En wie deed ze dat dan? Kangroes. Nou, daar moet je niet op schreeuwen, hè. Dan schrikken zich dat pleuren, zeg. Ja, toch gedaan. Dan moet je gewoon... Wiep, wiep. Wiep, wiep. Meer niet, hè. Wiep, meer wiep, niet. Wiep, wiep. En die hebben een scherp gehoor, hè. Ja, nee, die maar... Hebben een... Als ik daar... Ja. Dan komen wel de meeuwen, maar dan blijven die dieren zitten, hè. En giraffen bijvoorbeeld. Giraffen, zelf. Wiep, wiep. Wiep. Hele platte nek. Dat gaat gelijk een heel ander naar beneden. Oh, ja. Ja. Geweldig. Dat ben ik bij mijn gezicht aan het verliezen. Ja, geweldig. En ook andere wilde dieren. Alle wilde dieren. Ja, krokodillen. Krokodillen. Wie deed ze dat dan? Moet je strijken, ze. Moet je gewoon over het bakken strijken, hè. Je houdt je vanzelf je gezicht, hè. Oké. Okay. Nee, maar een alleen... Wat is het probleem eigenlijk? Ja, ik dacht dat Jean-Claude al hier moeten zijn, want dat nooit gebeurt. Nu stel is Jean-Claude hier achter in dat veld, in dat gerstenveld, daar zit een wilde leeuw in. Een wilde leeuw? Ja, maar als het daar zou zitten, ja. wie lokt ze daar dan hier naartoe? Wegjagen is goed, dat kan ik ook, hè. Maar ik kan hem ook halen. Hè. Ja? Ik kan hem ook halen. Hè. Ja, wie als ik hem wegjaag, doe ik... En als ik hem terugblaad, dan draag ik hem gewoon naar me toe. Hè. Nog eens dan. Kijk, daar heb ik hem al. Hè. Dat vrij straf is dat is vrij straf. Ja, ja. Dat hem op zo'n snelheid zo'n grote leeuw kan vangen, ja. En daar is ook de spreuk van deze week op gebaseerd, dames en heren. Dat is een echte Vlaamse spreuk. Zijn nu de dieren allemaal moe? Dan bel Jean-Claude. Dan komt het allemaal weer goed.
Was een lekkere leven, jong. Tot de volgende keer. Het was een lekkere leven, hè. Oh, moet ik hem ook kunnen vangen? Moet ik hem ook kunnen vangen voor u? Ja, vang me ook maar in, ja. Dan moet ik terug naar de kastelein, hè. Ik had er maar in meegekregen, Jos. Ik had er maar in meegekregen.